Ja, sociaal-economische ongelijkheid kun je op verschillende manieren meten. De meeste mensen meten het via het inkomen dat op een bepaald jaar wordt verdiend. Maar minstens zo belangrijk aspect van sociaal-economische ongelijkheid is de duur uh, waarvan je van je hogere inkomen kunt uh, genieten. En ja, het blijkt dat zwakkere sociaal-economische groepen een behoorlijk kortere, gezonde levensverwachting hebben. Kunnen we er wat aan doen dat die sociaal-economische ongelijkheid zich zo uit in een verschil in levensverwachting? Ja, er is wel degelijk wat aan te doen. De belangrijkste oorzaak daarvan heeft te maken met uh, verschillen in uh, levensstijl. Lagere sociaal-economische klassen hebben vaak een veel ongezondere levensstijl. Dat begint vaak al heel vroeg. Dus een eerste stap wat je kan doen is in het onderwijs daar aandacht aan besteden. Uh, nou, daarnaast ligt natuurlijk een verantwoordelijkheid bij de groepen zelf. En tenslotte is het ook belangrijk dat werkgevers uh, mensen uh, zo lang mogelijk aan het werk uh, zien te houden. Want ook blijkt uit onderzoek dat ongezonde leefstijl vaak nog erger wordt op het moment dat mensen geen werk hebben. Ja, als je naar de groei van de levensverwachting kijkt en je vergelijkt dat tussen landen, dan blijkt dat de toename in Nederland uh, toch wel aanzienlijk is achtergebleven bij de rest van Europa. Ja, er zijn een aantal oorzaken voor aan te wijzen. De eerste is de wet van de remmende voorsprong. Nederland was in de jaren 60 wereldkampioen op het terrein van de levensverwachting. Nou ja, die andere landen die, uh, hebben ons achterhaald. Maar meer dan dat, ze zijn ons voorbij gegaan. Uh, op dit moment ligt de levensverwachting in Nederland onder het gemiddelde van de rest van de Europese Unie. Nou, er zijn ook wel een aantal redenen voor aan te wijzen. In de eerste plaats uh, levensstijl, met name het rookgedrag. In Nederland lag met name nog in de jaren 80 en 90 boven dat in andere Europese landen. Nou, dat is uh, natuurlijk niet bevorderlijk voor een lang leven. Tweede reden is uh, de gezondheidszorg in Nederland. De jaren 80, de jaren 90. Op Nederland veel wachtlijsten. Ook dat is slecht voor de gezondheid. En de derde oorzaak is dat uh, we in Nederland uh, in die periode ook heel veel vervroegde uitreding hadden. Dus mensen stopten heel vroeg uh, met werken. Ja, ook dat is niet bevorderlijk voor de gezondheid. Uh, voor veel mensen is het misschien verrassend dat er een uh, verband bestaat tussen aan de ene kant goede gezondheidszorg, goed onderwijs, lange levensverwachting aan de ene kant en aan de andere kant een hoge pensioenleeftijd. Uh, er zijn eigenlijk twee redenen voor dat verband. Het eerste verband gaat van uh, een goed onderwijsstelsel, een goed zorgstelsel naar een hogere pensioenleeftijd. Dat werkt als volgt, dat als mensen gezond zijn, goed worden verzorgd, goed onderwijs hebben genoten, ja dan kunnen ze over het algemeen ook langer actief blijven in het arbeidsproces en heb je ook een hogere pensioenleeftijd, dus dat is het verband van goede zorg, goed onderwijs naar de pensioenleeftijd, maar het verband werkt ook de andere kant op. Landen met een hogere pensioenleeftijd, daar wordt meer arbeid aangeboden, daar heeft de zorg en het onderwijs beschikking over meer personeel. En op die manier zijn dat ook over het algemeen landen waar onderwijs beter is en waar de zorg beter is. Dus dat is de reden waarom landen zoals Zwitserland, eh, Zweden, Noorwegen, landen met hele goed onderwijs, goede zorg, ook de hoogste pensioenleeftijd hebben en ook de hoogste gezonde levensverwachting.